heren. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Een prachtig evenement in Noord-Holland. Mijn naam is dus Monte Visser, dat was al bekend. Ik kan niet lachen hoor, ik ben bloedzenuwachtig en verlegen. Maar ze hebben mij gevraagd om in rond te rijden. En wat leuks te vertellen. Nou, hier rij ik dan. En er zit er een Belg en een Nederlander en een Duitser in de kroeg. Nee, dat is niet de bedoeling. Verkeerde brief. Verkeerde brief. Nee, ik vind het fantastisch om wat te vertellen. Degenen die hier vroeg waren, die hebben die hele grote koets gezien met die vier paarden ervoor. En daar komt uiteindelijk onze sport vandaan. Ver voordat de NS begon te zeuren over bevroren bovenleidingen en bladeren op de rails. Toen reden mensen en post in zo'n grote koets van A naar B. En de koetsier die was hartstikke trots erop om op tijd te zijn. Maar dat was wel in een tijd dat er nog niet van die hele mooie wegen waren. Dat je door slechte wegen, door bossen en soms zelfs door rivieren, buiten een oeverstrading. Mochten rijden. Dat was een hele stuurmanskunst om dat te doen. En toen dat allemaal voorbij was, toen heeft men bedacht om deze sport te bedenken. Nou, hij heeft die man al verteld wat we als team doen. Ik ben Monte Visser, ik mag ze sturen. Achterop staat Jonne Dobber, dat is de navigator. Die helpt dus met links of rechts of voor en achter. En helemaal op staat vandaag als gastgroen Suus. Zij heeft mij beloofd vandaag de boel recht op te houden. Nee, de wagen recht op te houden, rakker, ik zie jou al lachen. We gaan even kijken of ze een heel klein beetje luisteren willen. Ze hebben alles al meegemaakt, behalve dat die baas een beetje zit te gillen in die speakers, dat vinden ze wat. De bedoeling is dat je korte rondjes draait, zodat we de balletjes laten leggen. Kijk, dat lukt nou al. Dan gaan we straks kijken of dat wat sneller kan, maar we laten ze eerst de hindernissen even zien. En ik vind dat ze dat heel leuk doen. We hebben er thuis een paar keer getraind, een LOI-cursus. En dan krijg je toch wel dat het een beetje lukt. Oh, onder 10. Nee, die zegt dat je netjes moet lopen. Gewoon vooruit. Links voor staat Mary Dorina Blight. Ze zijn allemaal zelf gefokt. Die andere drie zijn genderneutraal, dat zijn ruimte. Ik denk dan zijn we dat voor. Thuis hebben we ook nog een Mary en nog een ruimte. We hebben er zes met elkaar. En die Mary thuis is waarschijnlijk nog wel drachtig ook, zodat we af en toe eens een paardje erbij krijgen. Even kijken of we het hele parcoursje een klein beetje wat vlotter kunnen gaan doen. Staat die molder helemaal op? Hoi! Hey! Rustig aan. Ja, ik wil niet mopperen, maar het is een prachtige grasbaan hier. Die is heel glad ook natuurlijk. En wij doen niet aan spikes of kalkoenen, omdat we altijd bang zijn dat ze elkaar beschadigen daarmee. Ja, waarom was je zo'n naar het publiek. Dat zijn die rabo-gasten. Zwaai nou even. We willen hier vandaan ook Bram Chardon feliciteren met zijn Nederlands kampioenschap. Dat heeft hij afgelopen dagen in Beekbergen gehaald. Zeg wel leuk, ik bel erop. Gefeliciteerd. Ik ga daar op meer. Oh, mag jij daar op meer? Ja.
vind dat het wel lekker gaat eigenlijk. Dan moeten jullie straks niet naar huis hoor, want er komt nog veel meer leuks vandaag hier. Even de voorste er een beetje uit. Er staan ook kennis langs de lijn. Hey! Kom! Doe maar! Hup, 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 hup! Naar rechts, voor de kijkers links. Links. Draai door, draai door, draai door, draai door, draai door, draai door, draai door. Wow, ging bijna goed. Voorwaarts. Balletjes leggen er nog. Ja, voorwaarts. Rechts. Rechts. Ja! Dus heb je gewoon een door, jongens. Doe even serieus, zijn. Ik moet er wel belachen, dat vergeet ik. Goed zo, braaf, goed zo, braaf, goed zo, braaf. Ga door. Ja, we waren dus afgelopen weekend in Friesland op de Open Friese Kampioenschappen. Ja.